Het belang van de kapper. Daar gaan we het vandaag over hebben met Sandra Speerstra. Zij heeft natuurlijk haar eigen salon in Dronten. En ik denk dat dat hartstikke druk is geweest de afgelopen week. Sandra, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Het is nog steeds een stormloop. En natuurlijk super fijn dat we zoveel overweldigende aandacht krijgen. Maar inderdaad, het is op sommige momenten ook wel even organiseren in de agenda hoe je dat allemaal vorm gaat geven, zeg maar. Ja. Kun je een indicatie geven hoe lang jij per dag aan het werk bent? Begin je 's ochtends vroeg al tot 's avonds laat? Ja, op het moment zijn het echt wel hele volle dagen. Ik moet heel eerlijk zeggen hoor, we hebben niet zoals sommige salons wel gedaan hebben. Echt 's ochtends al om 5 uur gestart tot 's avonds 8:30, 9:15. Want dat gaan we uiteindelijk niet volhouden. Nee. Want in 1 dag red je dat gewoon niet. En ook niet in 1 week. We hebben echt de komende weken, staat het echt alle dagen vol, zeg maar. Dus het is ook wel een beetje zaak om zelf nog een beetje op de been te blijven, zeg maar. Ja, ja. Absoluut, ja. Klopt ook, ja. Het is natuurlijk duidelijk dat de kapper niet van levensbelang is. Maar mensen voelen zich natuurlijk wel altijd een stuk prettiger als ze bij de kapper zijn geweest. Het geeft een stukje zelfverzekerdheid als je haar weer goed zit. Dus het is belangrijk voor het welzijn van de mens. Wat is nou het geheim van de kapper? Hoe kan dat? Dat wij ons beter voelen als we bij de kapper zijn geweest? Nou, uiteraard is het zo dat mensen zich zelfverzekerder voelen als ze weten dat hun haar en als hun kleding goed is, maar ook hun haar. Want heel veel mensen zeggen ook van je kunt wel iets oudere kleding aantrekken, maar als je haar niet goed zit, dan komt het toch niet over, zeg maar. Of tenminste, als je nieuwe kleding aan hebt en je haar zit niet, dan komt het niet over. Mm. Terwijl als je haar wel zit en je hebt wat oudere kleding aan, dan of wat andere kleding wat misschien niet zo mooi is, dan ziet het er toch anders uit. Het is een ander plaatje. Ja, dat is alleen maar de buitenkant ook. Maar veel mensen vergeten dat de kapper ook een soort van psycholoog is, hè? Nou, precies. En dat is inderdaad wat er aan de hand is. Kijk, als mensen naar de kapper toe komen, dan hebben ze al besloten dat ze ons het vertrouwen geven dat wij aan onze klanten zitten, zeg maar. En er is onderzoek naar gedaan dat iedereen heeft eigenlijk een soort persoonlijke cirkel om zichzelf heen. En die cirkel die maak je naarmate je iemand leuker of minder leuk vindt, maak je die groter of kleiner. En dan werd er als voorbeeld gegeven dat bijvoorbeeld een treincoupé, als je alleen in de trein zit, er komt nog iemand binnen, dan is het toch niet zo heel prettig als die direct naast je gaat zitten. Maar als de coupé vol zit en dat is de enige zitting die over is, dan sta je dat wel toe, zeg maar. Dan voelt het toch minder ongemakkelijk. Ja. En zo is het eigenlijk ook met de kapper. Hè? Als mensen hier binnenkomen, dan laten zij ons toe in hun cirkel. En dat zorgt er dus voor dat wij best wel aan heel veel vreemde mensen mogen zitten. Ja, maar ze vertellen jullie ook alles, hè? Ja, en dat komt dus daardoor. Alles, maar... Nou, bijna alles wel hoor. Ja, dus er zijn veel dingen die wel aan bod komen, inderdaad. Ja. Maar goed, dat komt dus door het feit dat wij aan mensen zitten. En dat geeft toch een soort vertrouwd gevoel, inderdaad. Geeft dat nu dan een extra probleem dat je allerlei voorzorgsmaatregelen moet nemen, dat je niet meer zo aan de mensen kan zitten zoals je dat vroeger deed? Ja, je merkt wel dat er toch een soort barrière is, zeg maar. Mensen hebben mondmaskers voor, inderdaad. Er is toch wel... Ja, je probeert ook in de gesprekken zelf... Kijk, als wij aan het knippen zijn, dan kunnen we niet anders dan aan de mensen zitten, uiteraard. Maar op het moment dat je in een gesprekje bent, zonder dat je direct aan het werk bent, dan ga je toch je ruimte pakken. Omdat het toch fijner is als in verband met de corona, dat er ruimte is, inderdaad. Ja. Dus dat is best wel een andere dimensie, laat ik het zo zeggen. Ja. Vroeger moest je sorry zeggen als je iemand per ongeluk in zijn oor knipte. Tegenwoordig moet je sorry zeggen als je iemand zijn mondmasker doorknipte.
Ja, precies. Heeft die corona er ook voor gezorgd dat mensen andere kapsels zijn gaan dragen? Dat ze denken, nou, hè, ik zit toch veel binnen, doe alleen maar de basic dingen, dat het er een beetje verzorgd uitziet. Of zeg je van, nou, dat is echt onzin. Mensen willen nog steeds in vol ornaat de straat weer op als ze bij mij zijn geweest. Nou ja, op zich, wat je wel ziet is dat veel mensen erachter komen, juist doordat het wat langer heeft geduurd voordat de volgende knippenhandeling door kon gaan. Dat mensen erachter komen dat hun haar ook best wel soms hartstikke leuk zit als het wat langer is. En er zijn echt wel heel veel mensen die nu al zeggen van, ik wil wel wat weer terug in model hebben, zeg maar. Mm-hmm. Maar het hoeft voor mij niet meer zo kort. En ja, dat is toch ook wel grappig om te zien dat dat toch een gevolg is van de corona, zeg maar. Ja, eerst was het een soort noodgedwongen coronacoup, nu is dat gewoon standaard geworden. Precies, inderdaad. Ja, en op zich, je komt soms tot andere inzichten. En blijkt dat het toch ook best wel goed zit als het iets langer is. Ja. Ze zeggen niet van niks, als je haar maar goed zit. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat is zeker zo. Dankjewel. Ja, Sandra, jij gaat weer snel door met de schaar, denk ik, hè? Met de kam en de veun. Ja, dat klopt. Goed, okay, de klanten staan te wachten. Dankjewel, hè. Succes. Doeg.